Kunst in de wijk, dat is kunst voor en door de buurt in Aalst. En hier op het Guldenboomplein is kunstenaar uit Nederland Loek Grootjans aan de slag gegaan met de buurt. Hij is samen met de bewoners op zoek gegaan naar hun verhalen. En die komen allemaal op tegels op een herinneringsmuur. Give me your hand. Loek, jij bent hier op zoek gegaan naar de verhalen van de buurt. Hoe heb je dat gedaan? We hebben een bijeenkomst georganiseerd met de stad. Er waren veel mensen en die begonnen gelijk alle verhalen te vertellen die ze hadden. En toen bleek dat er ineens heel veel geschiedenis schuil gaat achter de woningen. En in de wijk zelf. En dat bracht mij op een idee om daar iets mee te doen. Op een aantal woningen komt een gevelplaat te staan waarop staat wat er binnen in de woning zou kunnen gebeurd zijn of is gebeurd, wat van belang is. En er komt een soort monumentale muur waar alle gebeurtenissen en anekdotes worden gepresenteerd in de vorm van keramische tegels. Dus dat is de tegel over haar verhaal. Die straks hier komt. Ah ja. Mogen we bij je binnenkomen? Ja? Ja. Deze is voor u, alsjeblieft. Van harte. Dus dat komt aan uw voordeur te hangen, hè? Dus het is eigenlijk een foto van Louis Polboon en jouw grootmoeder. Ja. Louis Polboon kwam altijd vragen naar de Marianne, het vrijheidsbeeld van de socialisme. Het is dus een herinneringsmuur. Wat vonden de mensen daar eigenlijk van? Als het over hun eigen herinnering gaat, dan zijn ze altijd heel erg begaan. Want het gaat om hun eigen leven, het gaat om hun eigen wijk, het gaat om hun eigen doen en laten. En als je hier loopt, zie je dat niet. Dat is weg, dat is verscholen. En ik wil dat op een of andere manier weer duidelijk maken met de bewoners zelf. Kijk, hier zal die komen te hangen. En dan blijft hij, zolang de wereld bestaat, blijft hij hangen, hoop ik. Die gaat nooit kapot.